Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op Intultrex, de enige echte. Nou, deze video zal eigenlijk bestemd zijn voor een andere video. Er komt nog één video aan en die video die hebben jullie nog te goed van mij. Ik weet niet wanneer deze vlog online komt, want ik heb momenteel even een probleem. Ik moet bestanden van mijn telefoon overzetten naar mijn computer. En ik heb geen draadje of zo waarmee ik dat kan doen. Dus ik heb een probleem. Ik kan de bestanden van mijn telefoon niet overzetten naar mijn computer. Dus ik kan die video niet editen. Ik ga in ieder geval alvast verklappen wat dat is. Dat is Guus Meeuwis in concert. Daar ben ik vorige week geweest, afgelopen dinsdag. Nou, het is nu maandag. Zo een week geleden. Die vlog die krijgen jullie nog te goed. Ik ben toen naar het Philipsstadion geweest in Eindhoven. En daar heb ik wat stukjes opgenomen van de show van Guus Meeuwis. Groots heette die. Ben de laatste dag geweest. Dus inmiddels is het afgelopen. Maar ik wou jullie nog de beelden laten zien. Ik heb dus het probleem dat dat even niet gaat. In ieder geval krijgen jullie die video nog. Wanneer weet ik niet. Misschien al heel snel. Misschien over een paar dagen. Misschien over een week of twee weken. Ik moet even kijken hoe ik dit ga aanpakken. Dat ik toch de bestanden over kan zetten. En dat ik jullie toch die vlog kan laten zien. Of in ieder geval de beelden kan laten zien. Want dat vond ik wel even leuk om te doen. Dus ik hoop zo snel mogelijk dat die online komt. Nou, inmiddels hebben we al twee weekenden geen kermissen gedaan. Als het goed is gaan we aankomend weekend gaan we wel een kermis doen. En die kermis is lekker dichtbij. Dat is in Hellevoetsluis is dat. En ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Het is wel weer leuk eventjes weer een keertje. Dus ik heb er wel zin in. In ieder geval heb ik ook nog wat ander nieuws. En dat het nieuws is dat video die ik opgenomen heb van Guus Meeuwis. Dat is voorlopig de laatste video die ik opgenomen heb. Ik heb hierna deze video om eventjes jullie te laten weten dat die vlog eventjes uitgesteld wordt. Maar dat was ook de laatste video die ik opgenomen heb. Maar ik heb nog nieuws en dat nieuws dat is dat ik weet nog niet of dat het deze week wordt of anders wordt het volgende week. Maar in ieder geval ga ik deze week of volgende week ga ik weer een Efteling vlog opnemen. En dit zal de allerlaatste Efteling vlog zijn van voorlopig de allerlaatste van mijn YouTube kanaal. Ik ga natuurlijk mijn abonnement ga ik opzeggen. En dit is dus de laatste video die ik ga opnemen in de Efteling. Dus die vlog die kunnen jullie binnenkort ook verwachten. Binnenkort dus weer een Efteling vlog. En dat zal dus de allerlaatste zijn. En dan gaan we het park weer in. En we gaan ook een klein beetje afscheid nemen. Ik wil naar een paar locaties gaan. Waar ik herinneringen aan heb. Dus het lijkt me wel leuk om dan toch een klein beetje in stijl af te sluiten. Jullie weten, de vorige vlog die ik heb opgenomen, ik heb er geen zin meer in. En als je dan bij je eigen denkt van joh, maar heb je er moeite mee om de laatste Efteling vlog op te nemen en ermee te kappen? Nee, totaal niet. Ik zou ontzettend blij zijn als ik dit hoofdstuk kan afsluiten. En dat het
Ja, dat het afgelopen is. Ik kan niet wachten erop dat het afgelopen is. Ik wil zo snel mogelijk wil ik er klaar mee wezen en mijn Efteling-abonnement opzeggen. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Ik heb er echt geen zin meer in. Dus nee, ik zal de Efteling ook niet missen. Ik heb zoiets van. Ik denk aan de leuke momenten die ik gehad heb. En daarmee sluit ik af. En wat er daarna nog allemaal in het park gaat gebeuren, dat gaan we vanzelf wel zien. Maar in ieder geval zullen er dus geen Efteling vlogs meer op mijn kanaal komen. Ik heb al een paar mensen verteld hoe de vorige keer in de stil zit. Waarom ik gestopt ben met de Efteling. Want er zijn een heleboel redenen waarom ik gestopt ben met de Efteling. Maar tegen vrienden wil ik dat vertellen. En de meeste mensen die mij op Facebook of Instagram hebben, die hebben dat ook al een klein beetje gelezen waarom. Maar ik ga dat niet in de video vertellen. Ja, wil je dat echt weten, dan moet je me gewoon op Instagram of op Facebook volgen. Maar ik ga er geen video over maken waarom ik gestopt ben met de Efteling. Of in ieder geval, ik heb er al een. Ik heb wel een video gemaakt van dat ik mee gestopt ben, maar niet de reden. Dat vind ik niet echt belangrijk. Dat hoeven alleen de mensen te wezen die altijd meegingen en die in mijn vriendengroep hoort. En voor de rest, nee. Ik ga daar verder geen uitspraken over doen. In ieder geval, dus binnenkort, Guus Meeuwis. Ik hoop dat, dat ik zo snel mogelijk oplossingen hiervoor heb. En dan kunnen jullie nog een paar leuke stukjes zien van Guus Meeuwis. Binnenkort dus weer een kermisvlog. De kermis in Hellevoetsluis. En binnenkort dus de allerlaatste keer naar de Efteling. De allerlaatste Efteling vlog. Die zal waarschijnlijk deze week of volgende week worden opgenomen. Dus die kunnen jullie ook heel snel bekijken. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En ik spreek jullie allemaal. Groetjes van deze kant. Tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.